Er is letterlijk maar één reden waarom je dit toestel zou moeten kopen. En die reden is zo obvious dat ik er eigenlijk niet eens een video over hoef te maken. Maar we doen het toch, want er zitten een paar leuke verrassingen in verborgen. Hoi, ik ben Marie van Bright en voor mij staat de Blackberry Key2 of Key2, net wat jij wilt. Maar dit is natuurlijk geen echte Blackberry hè. Dit is een TCL telefoon. Dat is een Chinees bedrijf dat allemaal merken opkoopt waar wij we warme gevoelens krijgen als Nostalgische 30ers en 40ers. Blackberry dus, maar ze hebben ook Alcatel bijvoorbeeld. Die je misschien wel kent van de Swing 200 nog van KPM van vroeger. En Palm hebben ze laatst ook ingelijfd, die merkennaam. Dus er komen ook weer Palm-telefoons aan. Maar goed, er staat Blackberry op. Dus zo noemen we hem: de Key 2. Eerst even de basis. Hij draait op Android. Hij kost 649 euro. Er zit bij het basismodel 64 gigabyte opslag, 6 gigabyte werkgeheugen in. Er zit een batterij in van 3500 mAh, wat genoeg zou moeten zijn voor twee dagen. En dat komt dan vooral omdat het scherm eigenlijk maar heel klein is. Kijk maar, 4,5 inch voor HD. Ja, en daarom houdt die batterij dus zo lang vol. Als je veel video kijkt op je smartphone, dan moet je een Blackberry zeker niet kopen. Moet je te kijken: zwarte balken overal, zowel bij verticale video's als bij horizontale video's. Dan de camera. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Die is gewoon niet goed genoeg voor een toestel van 650 euro. Hier, kijk maar naar wat foto's. En jammer genoeg staat die camera symbool voor eigenlijk het hele toestel. Ze vragen gewoon te veel geld voor een smartphone waar dingen in zitten die je ook op midrange toestellen vindt. De processor bijvoorbeeld zit ook in deze Nokia 7 van 360 euro. Dus als je het mij vraagt, ik zou nooit meer dan 400 euro voor dit toestel betalen, die BlackBerry Key dus. En dan probeert BlackBerry nog wat extraatjes toe te voegen zoals een convenience knop hier aan de zijkant, maar die is dus helemaal niet convenient. Goed. Laten we deze review even een beetje positief houden. Oké, okay. niemand zit te wachten op een zure video toch? Dus duimpjes omhoog. Daar gaan we. Kijk, stiekem vind ik dit wel een heel mooi toestel. Mooi, mat zwart. Vingerafdrukken hebben in tegenstelling tot vele smartphones geen kans op dit toestel. Hij blijft mooi clean. Goede bouwkwaliteit, hij is stevig. De knoppen voelen goed aan. Ja, en misschien is het wel die premium bouwkwaliteit waardoor ze die premium prijs vragen. En dan komen we bij de enige reden waarom je dit toestel zou moeten kopen. En dat is echt de enige reden. En dat is het toetsenbord. Heb jij nu nog steeds een BlackBerry? Oude fossiel dat je bent. Of stik je al jaren op een smartphone scherm, maar mis je nog steeds het toetsenbord? Ja, dan zou je dit toestel kunnen overwegen. En het leuke is dat BlackBerry nog wat leuke verrassingen in het toetsenbord heeft gestopt. Wat handigheid, wat slimmigheidjes. Ik zal ze even laten zien. De eerste slimmigheid is dat elke toets een snelkoppeling kan bevatten. Dus met de I ga je naar instellingen. Druk je dan de functietoets en Y in, dan ga je naar YouTube. En druk je op C, dan ga je naar je contacten. Het tweede slimmigheidje is dat het toetsenbord ook een trackpad is. Dus je kan het gebruiken om te scrollen. En het derde slimmigheidje is dat ze de vingerafdrukscanner in de spatiebalk hebben gestopt. Jammer genoeg is de balk wel de enige toets op het hele toestel die een beetje goedkoop aanvoelt. De conclusie. Koop dit toestel alsjeblieft niet. Tenzij je dat fysieke toetsenbord nog mist. Maar kom hey, aan, het is 2018. Get over it. Dit ik me toch weer even gaan? Hè? Laten jullie ook gaan in de comments. Duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. En adem rustig mee.